Jan Willem start op. BNN Vara. Er is maar één. Good morning. Good morning. Wie bent u dan? Hi, I'm Bjorn. Hi. And I'm Benny. Ga dan maar zitten, jongens. Jullie zijn zo weer aan de beurt. In het midden en zuiden van het land schijnt vandaag volop de zon. Het is hier in Hilversum prachtig. In het noorden zijn er meer wolkenvelden. Het wordt vandaag tussen de 18 en de 24 graden. Je werker gaat, een nieuwe morgen. Je radio aan, het is vroeg, dan voel je aan alles. In een nieuwe editie van de Ochtendshow. Het is vrijdag 3 september 2021. Live vanuit Londen. Jeroen Kijk in de Vechten. Wie? Jerome Look in the Fart. Yay. A point of light in all our lives. Lucky Bastard. Ja, Bent. Mag je het een Bent noemen? Niet echt. Natuurlijk. Jawel. Ja. Jij vindt het een Bent? Ik zou je zeggen een popgroep. Popgroep. Ja, maar ze zijn wel een band. Ze maken zelf de muziek. Ze zitten zelf helemaal aan de knoppen en de thuisjes. Ze hebben gisteravond ook gezegd. Benny zit nog gewoon elke dag aan de piano. Die maakt elke dag nog liedjes. En soms dan verdwijnt het in de prullenbak. En soms dan belt hij Björn op en dan zegt hij, is dit wat? En dan maken ze er wat van. Ik vind dat wel een band, toch? Ja, ik heb het idee van, ik krijg heel erg het idee, en dat had ik gisteravond ook met Björn en Benny, want daarom ben jij in Londen, omdat ze dus gisteren bekend hebben gemaakt dat er nieuwe muziek is. Ja. Bij hun heb ik het idee dat het eigenlijk twee producers zijn die dan Annie Friet en Agneta hebben ingevlogen als zangeres. Dat is bij dit project volgens mij ook wel een beetje gebeurd. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Zij zijn natuurlijk altijd het, nou ja, laten we zeggen, een beetje flauw gezegd, het motorblok van ABBA geweest met z'n tweeën. En zij zijn ook degene die uiteindelijk dat initiatief hebben genomen en hebben gezegd, want er lagen op een gegeven moment zoveel liedjes dat ze dachten, moeten we niet gewoon weer als ABBA muziek gaan maken? Maar eigen soort DJ-producers à val en letteren. Zoiets? Dat kreeg ik een beetje bij. Zoiets? Ja, zeg maar hoor. Nee, dat ze het nog wel spannend vonden, ook of die vrouwen nog wel. Want dat vonden ze eigenlijk nog het meest interessante van alles. Die vrouwen die zijn natuurlijk ook 40 jaar verder ondertussen. Kijk, die mannen kunnen lekker achter de piano zitten en muziekjes maken. Maar zij, Annie Friet en Agneta, die moeten daar staan. En natuurlijk net zo zuiver als een klok klinken als dat 40 jaar geleden klonk. Dat vonden ze nog wel spannend. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik die nieuwe muziek hoor, dan denk ik, ja, ik hoor het er wel weer in. Het is wel echt weer ABBA. We zitten wel met een dingetje, Jeroen. Wat is dat? Nou ja, want het klopt natuurlijk niet helemaal wat we nu gaan doen. Hoezo? Nou, kijk, hier in Nederland wel, maar niet in Londen. Het is 8:50. Nee, oh ja. Tijd voor het 8:50 journaal. Dus de vraag is, ga je dan straks nog een keertje bij Bart? Het 8:50 journaal doen? Nee, het is wel gek inderdaad om hier zo'n dubbele tijdzone te leven. Ik heb een horloge op de Nederlandse tijd. Het is inderdaad 8:50. Hier is het 8:08. Maar goed, het 8:50 journaal, live vanuit Londen, baby. Good morning. En het gaat natuurlijk over ABBA. Ja, gisteren was het grote moment. Ik had de onuitsprekelijke eer om door Team ABBA gevraagd te worden om daarbij te zijn. Gisteren hier in Stratford Olympic Park, vlakbij het West Ham United stadion, vond het allemaal plaats. En dat was niet voor niks, want eigenlijk aan de voet van de toren waar wij in zaten, wordt nu op dit moment een hele hal gebouwd, waar binnenkort die hologramshow van ABBA in te zien is. Dat is technisch echt een hoogstandje. Het is volgens mij ook niet mogelijk om met zo'n show te gaan toeren. Dus als je het wil zien, dan moet je naar Londen toe komen. Nou, dat was een onderdeel van die hele presentatie gisteravond. Ik denk, nou, ik vind het allemaal heel interessant en ik wil die show ook zeker gaan zien. Maar het meest interessante vond ik natuurlijk uiteindelijk de muziek die uitgebracht werd. Want er werd al jaren over gespeculeerd, ook gevoed door de mannen van ABBA zelf, die ook de hele tijd zeiden, ja, we gaan misschien wel nieuwe muziek maken, misschien komt er wel wat. Dus toen die aankondiging kwam, toen schoot iedereen natuurlijk helemaal in de adrenaline, zo van, nou, wat gaat er gebeuren? Maar wat we niet hadden zien aankomen, is dat er in november gewoon een heel album komt met allemaal liedjes erop. Nou, yeah. Nou goed, gisteren waren ze dus hier, Björn en Benny, in Londen. Om dat allemaal aan ons bekend te maken. En dat is gewoon hartstikke leuk. Want dan zie je, ten eerste natuurlijk om met die man in één ruimte te zijn. Ik denk, ik zit gewoon samen met, nou wat was het, misschien een man of 30. Met Björn en Benny in één ruimte. Die gewoon met popmuziek royalty. Het zijn gewoon legendes. Terwijl miljoenen mensen over de hele wereld meekijken. Ja, ik heb daar niks van meegekregen van die hele stream. Want wij zaten daar te wachten tot dat allemaal zou beginnen in een ruimte. Het was heel kalm en iedereen was heel rustig. En we zaten naar muziek van Van Morrison te luisteren. Waarom? Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. En inderdaad, over de hele wereld, vanuit Australië kwamen mensen en New York. Nou ja, noem het allemaal maar op. En je hebt ze even gesproken.
Ja, dat was na afloop. Want ik dacht namelijk dat ze, als ze toen ze een praatje hadden gedaan en verteld over de show en over de nieuwe plaat, dat ze via een zijdeur afgevoerd zouden worden. Ik denk, nou, daar kan ik prima mee leven, want ik heb ze gezien en horen praten en zien genieten ook. Dat vond ik nog het allermooiste. Dat zij daar zaten als, en dan zijn het mannen van 70, maar het zijn gewoon kleine jongetjes die aan het genieten zijn van het feit dat ze een nieuw liedje gemaakt hebben. En dat wordt dan voor het eerst, nou, aan iedereen laten ze dat horen. En dan zie je ze gewoon dat moment heel erg pakken en ook zo heel zachtjes meezingen en zo. Nou, was mooi. Maar na afloop, iedereen waaierde zo'n beetje uit in die ruimte. En toen waren ze daar nog gewoon. Ze liepen daar gewoon rond met een hapje en een glaasje champagne. En ik denk, nou, dan ga ik het moment ook pakken. Dus ik heb ze gewoon even aangesproken. Zo van, hey, hoe vond je het? Want waar ik oprecht ook nieuwsgierig naar was, is dat ik me heel goed kan voorstellen dat voor die mannen ook, weet je, wij als fans zijn natuurlijk heel erg aan het uitkijken naar die nieuwe muziek. Maar die lat ligt zo hoog dat je denkt, ja, dat hele oeuvre van ze. Ze hadden het net zo goed in een doos met een grote roze strik eromheen op zolder kunnen zetten en nooit meer aankomen. Maar ze hebben er toch voor gekozen om nieuwe muziek te maken. En hoe ga je dan ooit, nou ja, daartegenop leveren, zeg maar? Was dat niet ontzettend spannend? Maar toen zeiden ze, ja, we hebben er zoveel vertrouwen in gehad altijd, dat we wat we maken, dat goed was. En daaraan geschaafd en gedaan en nog een keer. En op een gegeven moment moet je ermee ophouden. Moet je het gewoon de wereld inslingeren. En we geloven gewoon dat we het beste gemaakt hebben wat we nu in huis hebben. Nou, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En veel langer konden ze ook niet wachten. We want to do it before we were dead. Yes, and ILM said it's good if you do it before you're dead. Yes. Because it gets so more easy. Accurate. Yes. Dat is wel handig. Ja, anders wordt zo'n hologramshow ook een beetje lastig, ja, inderdaad. Klopt. Nou goed, maar ze hebben het nu opgenomen. Dus het is natuurlijk heel luguber om daarover na te denken. Maar dat hebben zij ongetwijfeld ook wel gedaan. Over 10 jaar, laten we zeggen, of op een moment dat een van de bandleden ons ontvalt, dan is die show er natuurlijk nog steeds. Die kan tot in de eeuwigheid doordraaien. Eindeloos doorgaan. En die is gebaseerd op zoals ze nu bewegen en zingen en praten. Dus eigenlijk zie je wel degelijk ABBA, maar dan in de schil van toen ze, nou, hoe oud ze waren in 1977, 78. Ja. En het is natuurlijk de grote vraag waarom de dames er niet bij waren. Dus Annie Fried en Agnetha, nou, daar hadden ze ook wel antwoord op. They should have been here. They should have been here. Yeah. But they don't enjoy this as much as Bjorn does. Oh, yes. Yeah. Will they be watching now? Will the ladies be watching? Oh, they are watching now. Ja, yeah. Nou goed. Nieuwe muziek van ABBA, dat mag duidelijk zijn. En ja, Jeroen vindt het helemaal het The End. Wie is toch die man die zo lekker spelen kan? Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk. Rekenmaker. Ja, en nu even werken aan een nieuwe slogan, Bart. Dan moeten we even over nadenken. Welke band zouden we nog een keer live willen zien? Oeh. Ja, en dan zeg maar dat wij ook een keer worden uitgenodigd voor zoiets. Oh, nou, ik wil nog Billy Joel. Jij? Meer Billy Joel. Ja, dat vind ik ook wel een goeie. Meer Billy Joel. Ja, zeker. Jij? Ja, ik zou het toch wel een keer te gek vinden. U2 is dan voor mij jeugdsentiment. Ja. Dus voor mij zou dat dan meer U2 zijn. Meer U2. Ja, dat lijkt mij dan heel leuk dat ik een keer bij zo'n exclusieve gig van U2 mag zijn. Leuk. Dit was Jan-Willem Stadop voor vrijdag 3 september 2021. Vanuit Hilversum wens ik je een heel goed weekend. En vanuit Londen wens ik je niet veel minder. Ik kom zo meteen terug, dan vanavond lekker plaatjes draaien. En voor de rest een heel fijn weekend. Daar ga je niet mee, dan zit je vanavond gewoon hier in Hilversum live plaatjes. Dus. Hysterisch! Je bent goed bezig. Hey, leuk gedaan, man. Complimenten. Ja, dankjewel. Ah, dat is zo leuk. BNN VARA. Dit is NPO Radio 2. Mario Jurre, hè? Mensen van mij, ja, grotere waarde. Jij of niet?